Ik speel een bij in de film, Bij Zonder. En hij is zo'n beetje de rechterhand van de keizerin. En in het keizerrijk worden de nationale honingspelen georganiseerd. En hij is de spelleider van die nationale honingspelen. Ik ben heer Bij Zonder de Derde. En ik kom uit Zoomtropolis. Met goed nieuws dat rechtstreeks van de keizerin zelf komt. Zoals u weet beginnen de beroemde honingspelen binnenkort. Bij Zonder heeft een heel slecht karakter, dus ik speel eigenlijk een beetje een slechterik. Het is een hele gemene man, het is een hele otijn man. Otijn, dat wil zeggen dat hij een beetje neerkijkt op alle andere insecten en alle andere bijen. De enige die hij kent, die hij echt heel goed vindt, is zichzelf. Hallo meneer de belangrijk uitziende grote bij. Sorry dat we tegen u aanbotsten. Ik ben Maya en dit is Willy. Juist. Ik ben op zoek naar de bloemenweide. Ik heb namelijk een hele belangrijke boodschap voor de koningin. Maya en Violet komen niet zo goed overeen, want Violet is heel gemeen tegen Maya. Ze pest haar graag. Ik laat jouw lieve team bloemen weiden met rust als je eerder beneden bent van Doorndam. En wel nu. Nee, dat is verboden. Ik kan me nu al verheugen op al jullie heerlijke zomerhoning. Het karakter van Violet ligt totaal niet bij mijn eigen karakter. Maar dat vind ik net zo leuk. Dat het zo ver van mezelf ligt, dat ik het mag spelen. Nee! Ik ben Team Tropolis! Die lastslakken zijn niets zonder mij! De leukste scène vind ik de scène waarin dat Maya bij Violet en haar vrienden aan tafel wil komen zitten. En Violet plaagt haar een beetje weg door te zeggen van nee, daar zit al iemand en daar zit al iemand. Alsjeblieft, ga zitten. Oké, dank je Violet. Sorry, dat is de plek van Chelsea. Oh, sorry. Oeps, daar zit Sandra. Daar zitten Spotje, Dotje en Lotje. En daarna doet ze alsof dat Maya haar heeft bijgedaan en iedereen trapt erin. En dat vind ik superleuk, omdat dat zo'n beetje plagerig en pesterig is. En het is zo mooi in beeld gebracht. Hier. Neem wat lekkere gouden stuifmeelbollen. Oh nee, zeker zelf opgegeten. Ah, mijn hand! Maya, wat heb je gedaan? Als je misschien goed luistert, zal je horen dat ik een beetje hees ben. Want we hebben net echt een hele opnamesessie gehad. En ik heb echt heel... Mijn personage praat een beetje zo. En de hele tijd heel luid. En dan ook soms heel donker. Dus dat is eigenlijk een rollercoaster waar ik allemaal mag en moet doen om Bij Zonder een stem te geven. En dat is natuurlijk, dat is heel leuk aan zo'n personage. Hè? Dat je dat als acteur mag doen, dat is top. Oh, Maya. Wie heeft de honingbeker vernield? De mensen moeten naar de film komen kijken omdat het moraal van het verhaal heel mooi is. Het gaat over teamwork en vriendschap. En dat zijn twee superbelangrijke dingen in het leven. Ik vind dat ook altijd heel leuk om samen met mijn dochters naar zo'n films te kunnen kijken. Er zit humor in voor de volwassenen. Er zit humor in voor de kinderen. En het is een film dat echt heel veel feel-good geeft. Het is Maya op haar best.